die favoriete stukje van Vlaanderen? Ja, ja, uiteraard ons favoriete stukje. Nu, beer is sowieso iets heel attractief. Ja? Het is iets dat mijn vader en ik al jaren doen. Ja? We hebben jaren voor de universiteit gewerkt en nu hebben we eigenlijk onze eigen plek gevonden waar we onze bierbeleving kunnen doen. Het is eigenlijk een oude brouwerij. En we hebben nu de brouwerij terug heropgestart en een heel belevingscentrum begonnen. Ja, dat is wel interessant. Het is niet zomaar een brouwerij, het is echt een belevingsplek. Ik wil het allemaal zien, dus neem mij mee. Voilà, voilà. Laten we maar beginnen met de oude brouwerij. Heel goed, oké. Okay. Wauw. Maar je mag wel niet op de kolen staan, want die zijn geteld ook. Hier, onnozelaar, die zijn geteld. Dat zal wel. Er zijn zomaar een paar brouwerijen in België die nog met de hele installatie in de gebouwen gelokaliseerd zijn. Dus dit is eigenlijk wel een klein pareltje? Ja, voor ons alleszins wel, dat is zo. Het leuke is dat je eigenlijk hier in deze locatie twee brouwerijen hebt. Je hebt de oude brouwerij, dan kan je zien hoe het vroeger gemaakt werd. Waar we nu hierin staan, maar als je door het raampje kijkt, dan zie je ook hoe het bier vandaag de dag gemaakt. Zie, als je dus hier door het raampje kijkt, dan zie je een volledig in inox. Een groot contrast wel, hè? Een enorm groot contrast, ja. Ik snap dat het nodig is qua hygiëne, maar qua gezelligheid is dit wel fijn, hè? Absoluut, ja. Absoluut. Eerst hebben we in onze nieuwe brouwerij. Dus die kuipen zijn voor jou als glijbanen en schommels? Zoiets dergelijks, ja. Op de leiding van de brouwerij naar de horecazaak. Echt waar? En zo kan je dus eigenlijk altijd heel vers bier proeven. Dus dat is echt een grote troef dat jullie hebben met de brouwerij. Ja, absoluut. Ja, voor ons staat vers bier centraal. Dat ligt wel heel belangrijk. Allee, Philippe, laat me dan maar eens proeven van dat berucht Delvaux bier. Ik stel voor dat ik mijn vader eens bijhaal. Een echte Delvaux, hè? Voilà, dat is een originele. Voilà. Wat? 8,5%? Dat hak ik op mijn kop. We hebben de wetenschap en de geschiedenis bij elkaar gebracht. En dat kan je hier komen voelen. Een ideale uitvalbasis om het Deilenland te verkennen. Of als je dat dan gedaan hebt, om hier een frisse pint te komen drinken. Dan gaan we dat doen, hè. Op de familie Delvaux, hè. En op het bier. Ja, dank u wel. Ching.